Goedendag allemaal, vandaag weer een nieuwe video en vandaag ben ik op het Rijk van Nijmegen. En vandaag gaan we weer een heerlijke 18 holes gaan we spelen. We spelen op de lussen Noord en Zuid, ook in die volgorde. En vandaag spelen twee leerlingen van mij mee, dus dat is wel heel erg leuk. Tom is ook lid hier op het Rijk van Nijmegen, dus die kan ons goed de baan laten zien. Dat is wel heel erg leuk. Hij is ook onderdeel van de Nederlandse NGF selectie, dus dat is ook wel erg leuk, want hij kan dus redelijk goed golfen. We starten dus hier op hol 1 van Noord, kort par 4'tje. Dus gaan we kijken wat we vandaag kunnen doen. Het is heel veel heerlijk weer, dus gaan we lekker van genieten. Dus kijk lekker mee en leer wat van. Oké, kort hol, 269 meter. We gaan wel voor een veilige optie. Dus gaan we gewoon kort spelen met een ijzer 5. Dan spelen we daarna gewoon een wedge in de green. De vlag staat voor op de green. Zo komt de vlag aan te vallen met die bunkers ervoor. Is wel lastig. Dus een beetje links van de vlag is het doel. Dan mag hij een beetje naar rechts toe komen. Ja, dat is prima. Oké, we hebben goed opgelegd. We hebben nu nog 70 meter naar de vlag. Windje is wel wat tegen. Dus we spelen een gap wedge. Oeh, is dat te veel? Het is te veel. Nou, goeie put hoor. Hij was sneller dan ik had verwacht daar. Ja, goeie par. Oké. Beetje downhill, beetje rechts-links. Net te weinig. Dat is jammer. Prima pars om te beginnen. En een mooi par hoor, lekker! Ja, lekkere bal. Oké, korte par 5, 411 meter. Dus dat is voor een par 5 echt niet zo ver. Ik kan hem over de bunker heen slaan die in de fairway ligt, dus dat is wel, wel lekker. Dus dat wordt ook het plan. De vlag is net rechts achter de bosjes. We kunnen niet al te ver rechts zijn. Dat is misschien wel iets te veel. Kom maar. Nou, net wel, net niet. Oké, mijn bal is net hier door de bosjes heen gekomen. 163. 163 en de vlag staat middenop. En gewoon een ijzer 7 slaan. Het is wel een beetje uphill. Omdat in dit gras liggen verwacht ik een klein beetje een flyer. Ik ga sowieso iets links van de vlag mikken. Moet je wel links van de vlag slaan. Ja. Dankjewel. Wil je hem nog maken of is het goed zo? Ja, je mag voor mij maken, maar ik geef je deze ook wel. Oké. Goeie birdie. Oké. Dus, echt. Ja, eigenlijk dat is het belangrijkste nu. Maar had wel iets harder gemaakt. Net die downhill pit was wel een stuk sneller dan deze. Dan is hij redelijk recht. Nou, gelukkig wel de birdie, dus dat is lekker. Oké, we hebben nog 126 meter naar de vlag. Dat is voor mij een pitching wedge. Het is iets downhill, maar dat gaat niet heel veel uitmaken. Omdat we zo'n korte club slaan. Dus dat merken we niet zo heel erg.
Dus ik kan gewoon redelijk recht aan de vlag toegespeeld worden. Dat moet ik wel halen. Hij is er wel, maar hij is wel een beetje kort. Niet helemaal vol doorgeslagen. Ik had zelfs een beetje backspin. Het is een beetje up. Zonde. Beetje rechterkant van de romp die gemikt worden. Yep. Thanks. Redelijk korte par 4, 319 meter. Dus een beetje wind tegen. De maai die daar rijdt is automatisch, dus daar hoeven we niet op te wachten. Dan ga ik gewoon direct naar de vlag toe. Ik denk dat ik dan het beste uitkom. Ja, zou goed moeten zijn. Oké, goede afslag. Nog 50 meter naar de vlag. We gaan wel wat hoger balletjes spelen. We gaan voor een lob wedge. Dan kan ik wat hogere pitch kan ik dan spelen. Net te kort. Beetje nare bounce ook. Maar ja, liggen op de green. Had dichterbij gemogen. Maar mijn bal was toch wel wat te kort. Dus dat is jammer. Maar toch dat met zo'n maai die naast je staat je toch iets geconcentreerd bent. De bal is nu behoorlijk uphill en wat van rechts naar links. Het is dat zo'n maai dan constant gewoon blijft rijden. Het geeft al veel onrust zeg maar dat die maai er constant blijft rijden. Oké, nou prima par weer. Ja, geweldige bal, denk ik. Het is een beetje moeilijk om te zeggen met zo'n blinde hol. Oké, het is par 4. 313 meter, het is een blinde hol. Omdat het zo'n korte hol is en niet precies weet hoe die gaat, ga ik een ijzer slaan. Dan sla ik hem net iets rechts van de paal, hoorde ik als advies. Misschien wel een beetje ver rechts van de paal, maar... Ik denk dat hij wel goed is. Raakt hem in ieder geval lekker, dat was het belangrijkste. Oké, we hebben nu nog... Even kijken... Wat 9 meter over. Dus gaan 115 slaan. Windje is namelijk van rechts, verlies je een klein beetje lengte. De bal iets boven mijn voeten. Dus een beetje rechts van de vlag mikken en dan komt er waarschijnlijk wel iets terug. Nou, ik denk dat hij wel goed is. Oké, goede approach. Is niet zo ver naar links gekomen als ik had gedacht die zou doen. Maar de green is vanuit hier wel redelijk recht. Ietsje naar rechts denk ik naar beneden, maar het zal niet heel veel zijn. Oh, dan moet je hem wel de snelheid geven, Bas. Dat is jammer. Maar alweer een par. Oké, par 4. 327. De fairway heeft eigenlijk twee delen. Dus links en rechts. De wind komt nu vanuit links. Dus je moet in ieder geval voorbij dat tussenstuk. Omdat de wind een beetje vanuit links komt, sla ik nu een ijzer 3. Dan moet hij eigenlijk over die oranje T-box heen. Dan heeft hij wel een goede lijn.
Ja, mogen goed zijn, denk ik. Ja, is wel prima. Oké, we hebben zometeen nog, even kijken hoor, 112. Dus het wind is vanuit links een klein beetje mee. Dan slaan we al gewoon een gap bij het zometeen. Dan hoef ik hem niet vooruit te slaan en dan komt hij toch redelijk goed uit. De wind is een klein beetje vanuit links dus mee. Dus ik kan hem ietsje links van de vlag laten landen. Ik denk wel dat hij als hij geland is vrij snel stil ligt, want de green is best wel zacht ook hier. Fairway is ook een beetje zacht. Maar hij is wel goed. Het was wel een hele diepe plag. Oeps. Kijken. Iets te ver. Omdat ik wat diep in de grond zat, had ik de bal wel goed geraakt. Ja, mooi put. Oh, lekker hoor. Wat iets up, heel een beetje van links naar rechts. Ja, markeer maar even. Ja, is oké. Goeie put. Oké, het is nog 141 meter. De wind is naar links. Dus het is wel downhill. Ik ga gewoon voor een 9 en dan sluit hij niet helemaal vol uit. Dan mik ik hem gewoon iets links van de vlag. Klein veetje. Zou die wel redelijk goed moeten zijn. Nou, dat is gewoon meer de green, dat is prima. Dat is een behoorlijk uphill zo meteen. Oeh, die start. Nou, dat is zonde. Zo. Die bal kwam veel omhoog, zeg. Zo. Ja, thanks. Dat is jammer. Dat is jammer. Ja, wel een goede lijn, net even te zacht. Ja, mooie put hoor, goede par. En ook een goede put. Netjes. Lekker, lekker. Dikke punt in de pocket weer. Oké, winst in de rug. Par 4. 3. 53. Niet al te ver, dus we gaan een houten 3 slaan. Een beetje rechts van die bunker, eigenlijk in de lijn van het pad hiervoor. Nou, dat is wel heel slecht. Dat gebeurt nog niet zo heel vaak. Was wel over het pad heen. Nou, ik kan de vlag ook niet zien. Waar is dat achterop ook nog eens? Ja, 200 is het wel. Nou, ik weet niet wat er met die afslag gebeurde, maar in één keer zat ik helemaal vast in mijn draai. Het is nog 200 meter dus. Dan over de bosjes hierheen. Ik denk wel dat de lijnen slaan ijzer 4.
die bal vliegt niet helemaal meer zoals hij zou moeten door dat pad. Dat is ook wel een behoorlijke beschadiging erop. Oké, okay. De bal is zelfs in de bunker geland en is er weer uitgesprongen. Denk ik. Dus is, of iemand heeft daar geslagen, dat zou nog kunnen. Ja, jeetje, die bal is echt zwaar en zwaar beschadigd door dat pad. Dus die moeten we zo meteen even wisselen. Nu een sandwich spelen hieruit. Ga maar. Prima. Hoef ik ook niet zoveel te putten, dat scheelt weer, want die bal heeft echt zoveel schade erop. Ja, toch gewoon par gemaakt. Ja, heerlijke bal, Tom. Oké. Par 5. 4-24. Wind is een beetje links tegen. We willen eigenlijk een beetje aan de linkerkant van de fairway blijven. Qua oplijnen. En dan zal hij waarschijnlijk wel ietsjes naar rechts toe gaan. Nee, dat is wel heel ver rechts. Weet ik niet. Ik denk dat hij nog wel is. Oké, de green is daar. Maar we hebben enigszins wat bomen in de weg. Dus ik heb niet echt een keus. Ik moet hem gewoon terugspelen hier naar de fairway. En dan kan ik daarna weer door naar de baan. Naar de green toe. Dus even een ijsje 8. Gewoon tussendoor. Ik kon niet echt heel veel meer doen dan dit. Oké, het is nog 184 meter naar de vlag. Het is een beetje wind tegen. Niet te kort zijn. 5. Het is een beetje downhill namelijk. Nee, ik ga toch voor een relaxed ijzer 4. Dat is beter, anders moet ik hem te hard slaan. Oh, Bas. Hou maar. Oh. Maak het mezelf moeilijk. Nou, heel goed liggen we niet, maar we liggen naast de green. Ik hoop hem hier nog een beetje dicht bij de vlag kunnen krijgen. Ja, daar ben ik wat tevreden mee. Even tot nog de par kunnen maken van deze rollercoaster hole. Nee, helaas. Een bogey. Kan gebeuren. Oké, we gaan door met Zuid. Dus we hebben net alle Noordhols gespeeld, gaan we de Zuidhol spelen. We beginnen met een lange par 4. 371 meter. Weet je, eigenlijk een beetje aan de rechterkant blijven, want de wind is natuurlijk van links. Dus ik lag net op Noord 9, lag ik eventjes op deze hol. Zo de wind gedrukt naar links, hij komt vanuit rechts. Ik moet een beetje rechts blijven. Nou, is dat denk ik wel oké. 8 meter. Voor een relaxed gap wedge. Dat lijkt me natuurlijk toch wel het verstandigste. Een sand wedge is 105, maar dan ga ik dan net niet redden. Dus met een gap wedge kom ik net even wat beter uit. Dus ja. Hier is die gap wedge. Dat is wel het beste plan denk ik nu. Ah, oh, is net iets te kort. Net iets te rustig geslagen.
En dan merk je toch dat met die hoogteverschillen dit toch altijd even net wel ietsje meer moet slaan. Dus dat waarschijnlijk gewoon een volle gap wedge kunnen zijn. Maar omdat ik met wat rustig sloeg, haal ik het dan net niet. Dus dat is wel jammer. De bal ligt goed voor de green. Maar het is wel fijn als natuurlijk dan de afstand gewoon kan slaan. Dus dan moet je even op letten op de komende holes, zodat dat wel goed blijft gaan. Dat was toch wel nog korter dan ik eigenlijk dacht ik was. Het had echt wel een volle gap wedge moeten zijn. Ja, dat is goed. Ja, prima par. Nou. Dus het is weer een lange par 4. 377 naar beneden. De wind is vanuit links. Dus we gaan voor een wat lager balletje. Zodat hij niet al te veel wind pakt, een beetje onder de bomen blijft. Ja, dankjewel. Ja, dat is prima. Oké. Het is wel een lekkere afslag. Dus dat is wel lekker om die lage driver zo te kunnen spelen. 106. Dus naar beneden. Ligt in de klaver. Dus we gaan gewoon voor een sandwich. De wind is nu... Ja, sandwich zou goed moeten zijn. Ja, goeie bal, Tom. Netjes. Ach, dit was heel zwaar. Nou, dit was een stuk zwaarder dan verwacht. Het is altijd zo moeilijk in te schatten met die klaven. Oefenswings gingen wel. En dan de werkelijkheid reageert heel anders. Ik ging vol onder die bal door met al het klaver. Nu ligt de vlag 1,5 meter van de rand, dus hij kan niet heel ver de vorm kan die landen. Dus we gaan voor een sandwich, of voor een lob wedge zelfs. De club een klein beetje open en dan richt het naar links. Oh, rolde net een beetje ver door. Jammer, landen wel goed. Lekker wel het schuim heen zo meteen. Het is een beetje downhill, een beetje naar links. Maar hij gaat niet naar links. Oh ja, slechte bogey dit. Oké, 320 meter par 4, dus wat naar beneden. We gaan... Het is een beetje een rare kuil in deze hole, dat weet ik. Ze gaan met een ijzer 3 er gewoon rechtdoor. Gewoon in ieder geval een beetje rechts op de fairway zijn, is wel hier de plek. Moet je wel rechts op de fairway zijn, Bas. Ja, blijft wel. Hij blijft wel. Dat is wel tof. Ja. Dat is zo'n gadget. Dat is zo'n gadget, ja. Oké. Okay. Beetje te ver was ik eigenlijk. Niet zo goed hoe ver ik nu nog over heb. 92. Maar ik ga toch maar gewoon voor een sandwich. Dat is wat lastig in zo'n fairway bunker. Ik weet niet zo goed hoe hard die is natuurlijk. Cool. Ja, het is net op de green, denk ik. Dat is wel oké. Toch nog iets te kort, eigenlijk. Nou, de snelheid was goed. Dat is prima par zo vanuit de bunker. Oké. 342, maar een dokklek naar rechts. Dus gaan we gewoon kort spelen.
Had ik net iets rechts van de paal als het doel. Ik ga voor een ijzer 4. Nou, dat is denk ik wel oké. Oké. Zit prima op de fairway hier. Dat is wel een goede manier om deze rol te spelen. Het is nog 131, maar de wind is wel in de rug. En behoorlijk ook. Dus we gaan toch voor de gap wedge. Het zal waarschijnlijk iets te kort zijn, maar dat is dan oké. Maar ik kan geen pitch wedge slaan, want dan sla ik hem waarschijnlijk over de green heen. Dus dan even dit. Ik heb iets ietsje meer achter in mijn stand raken met ietsje minder loft. Komt dat wel goed. Ja, voorspeld iets te kort zou zijn, maar ligt wel goed. Maar hij is toch iets korter dan verwacht. Ik had hem wel lager gespeeld, maar hij heeft gewoon heel veel spin gehad, denk ik. Hij is hier geland. Ja, prima. Ja, met vanuit die positie. Oh, dan brak toch nog wel wat naar rechts. Nee, meer een prima par. Ja, goeie bal. Mooie bal. Oké, par 5, 465 meter. Binnen stegen, dus dat maakt hem in één keer wel een stukje langer. Maar ik denk dat ik toch wel een iets lagere bal ga slaan, om een beetje de wind tegen te gaan. Eigenlijk een beetje richting het paaltje. Nou ja, met een beetje kick krijgen. Ja, die is prima. Hoppa, thanks. Even kijken. Het is nu nog 214 meter. Windje is natuurlijk een beetje tegen. Middenop. Dus gaan we voor een ijzer 3. Wel een beetje rechts zijn, want de vlag staat wel links. Maar dat is wel een beetje heel ver rechts. Nou, ligt daar wel. Niet helemaal lekker geraakt. Oké, nog 35 meter. Een beetje downhill line, niet heel lekker. Pak even een sand wedge en dan een beetje rechts van de vlag landen en dan komt het wel ietsje meer naar links. Stop, stop. Oeh, schiet wel ver door helaas. Dat is jammer. Daar landde wel de plek die ik wilde. Ja, die bal schoot dan nog wel ver door. Dat de green wel natuurlijk ook nog echt lekker raakte. Ja, mooie. Lekker hoor. Weer birdie of niet? Weer birdie. Ja, lekker. Weer een goede snelheid, maar
Net niet te lang. En weer par. Zonde. Helaas. De tee marks zijn even weg. Dus we moeten eventjes vanaf de tegel spelen. Maar het is 154 meter naar beneden. Maar ik ga toch met een ijzer 8 en gaan een klein veetje spelen. Dus eigenlijk zou het iets te veel moeten zijn, maar ik denk dat het wel goed uitkomt. Oef. Ja, mijn bal is echt hier net voor de kring geland en daar kreeg ze gigantisch zoveel rol nog mee. Ik dacht even dat mijn bal heel erg goed was toen ik hem raakte, maar toen kreeg ik toch nog wel wat meer snelheid mee dan ik had gehoopt. Nu is het een beetje een putje. Downhill en wat naar rechts schok ik. Oeh, maar toch een heel andere lijn dan ik had verwacht. Ja, thanks. Zou je de vlagtuig kunnen halen? Ja, tuurlijk. Oké, sorry. Ik denk, leg hem daar neer. Oef, jammer. Ja, netjes, sweep het. Ja, thanks. Ja. 362 meter. En het gaat best wel de heuvel op. Dus ik had een plan voor 200 meter, maar ik ga toch mijn ijzer meer slaan. Dus dat op mijn ijzer 3. Ja, dat denk ik wel, oké. Je moet gewoon op dat paaltje mikken. Meestal is er wel een paaltje daarvoor. Oké, ik heb nog 168 meter naar de vlag. Het is een beetje uphill. De wind komt vanuit rechts. Dus alles meegenomen, slaan we een ijzer 6. Mag de wind nu wel een beetje duwen. Met boven de vlag. Ja, netjes. Nou, dan gaan we toch maar chippen. Het is wel een beetje lastig als je zo'n situatie ligt zoals dit, wat je gaat doen. Dit is net iets te lang om echt comfortabel te putten. Prima. Zal ik me even afmaken of ligt hij niet in de weg? Nee, oké. Nou, prima par zo. Oké. Het is nog iets meer dan 160 meter. Par 3. Dus, gaan voor een ijzer 7. Dit is een beetje vanuit links, denk ik. Hij komt niet zoals ik het verwacht eigenlijk. Oké, nou, ligt naast de green. Oké. Ja. Beetje een gekke positie zo, want die vlag staat precies op de richel. Dus hij moet eigenlijk een beetje
net nog voor de Greenlanden. Daarin stoppen en dan naar links toe springen. Oh, hou maar. Ja, dit is zo moeilijk omdat hij op de richel staat. Beetje rechts, links. En een beetje duiven op. Oh. Ja, dit is wel de meest rare pinpositie die ik in tijden gehad heb. Ja, goede bal weer, Tom. Heerlijk. Oké. Laatste hol. 433 meter. Par 5, dat wel. Maar het is flink de heuvel op. En de hoek is te kort voor mij om een drive te slaan. Dus we slaan een ijzer 3. Om een beetje hoge draw te spelen. Beetje kort, denk ik. Raakt hem ook erg slecht, moet ik zeggen. Ja, niet helemaal de bal die ik wilde slaan, maar ja. Het is wat het is. Hij ligt nu wel oké. Kijken of we de vlag kunnen zien. Nee. Gaan kijken hoeveel lengte we daarvan af kunnen halen. Ze spelen een ijzer 4. Gras ligt lekker met me mee, dus dat scheelt wel. Die was wel weer erg zwaar, moet ik zeggen. Ah, niet helemaal het einde zoals ik gehoopt had eigenlijk. Tachtig meter precies, dus dat is wel lekker. Dat is gewoon een volle lob wedge. Een loppet aan de green. De lengte is wel goed, maar richting het te veel rechts. Ja, goede chip. Netjes. Hij is wel redelijk recht, denk ik. Dat is wel fijn. Maar. Thanks. Kom op. Ah. Net niet de snelheid. Dat is jammer. Wel weer een par. Ja, goeie put. Thanks. Dankjewel voor het spelen. Dankjewel. Dankjewel voor het spelen. Ja, dankjewel. Oké, 18 holes op het Rijk van Nijmegen. De lussen Noord en Zuid. Ik heb weer genoten van deze ronde. Het was heerlijk weer. Het was genieten. De baan lag er goed bij, dus dat was echt heel erg fijn. Niet helemaal de score die ik graag wilde maken, maar dat is ook niet heel erg op deze manier. Ik hoop dat jullie ook weer wat van geleerd hebben en ervan genoten hebben. Vind je deze video's nou leuk? Abonneer op het kanaal. Elke 2 weken komt er een video uit. En like de video natuurlijk als je hem leuk vond. Heb je nou een specifieke vraag over een onderdeel of wil je nog een andere baan zien daar ik ga spelen? Laat even achter in de comments, dan kan ik er weer een nieuwe video over maken. Ik hoop je veel geleerd te hebben en ik hoop jullie de volgende keer weer kijken. Tot de volgende keer in de volgende video.